We gaan het weer proberen, beste mensen. Arcade. Arcade. We gaan weer proberen gewoon... Ik moet goed genoeg zijn om online gewoon te ownen natuurlijk. Dus moet ik eerst zorgen dat ik gewoon al die medailles haal, om het zo maar te zeggen. En ja, vorige keer heb ik dus... mijn hoofd welke had ik geprobeerd. Deze Man Panorama Motor Racing Circuit. En ik werd tweede. Deze aflevering gaan we gewoon een andere map proberen. We gaan Al-Sachi Dorp, denk ik, doen. Ja, dat is wel een leuke map, denk ik. Al-Sachi Dorp. En dan gaan we... Ik reed toen in de ochtend. We gaan lekker in het begin van de avond rijden. Zo, lekker. Ja, lekker. Lekker. En we gaan nu met een andere auto rijden. Met een auto die al geprepared is. Zal ik dat doen? Waarom niet? Mercedes? Mercedes AMG. Waarom niet? Mercedes AMG. Snelle bak. Vette bak en we gaan ermee rijden en ik ga het proberen. Opgevorderd, 10.000 credits als ik hem win. Dat is ook wel lekker natuurlijk, ook geld om een nieuwe auto te kunnen kopen. Ah, we rijden tegen een M6, oeh, BMW, nog een M6, oeh, de GTR Nismo, de RCZ, de V12 Vantage, GTR Grrrr, de Citroën, de Corvette, de Lancer, weer de Mitsubishi Lancer, een F1, VT, ik ken al die, de Viper ken ik wel, een Mercedes AMG nogmaals, de WRX, en de Huracan en de Genesis E3 Mercedes AMG 2016 T1 dat die ik heb, jongen. Die speelt 20. Jezus, je moet eerste worden, dat is moeilijk. Hè? Je moet eerste worden van de 20. Ik zal het je nogmaals laten zien. We spelen natuurlijk zonder racelijn. Racelijn hulp uit. Verder is alles hetzelfde. Rijstensie uit. Ja, dat kan ik ook wel laten zien, maar dat moet u nou wel gaan geloven. Maar ik laat het gewoon laten zien voor zekerheid. Het is heel even zo rijden een keer, een stukje gewoon, hè. Met de motorkap in beeld. Zodat jullie het wel leuk vinden af en toe om het ook zo te zien. Als die goed gaat, wissel ik wel terug, moet ik uiteindelijk wel een keer gaan winnen. Dus... Dat is heel slecht gedaan, Paul. Dat is echt mega mini slecht gedaan. Let's go! Kom. Oeh. Volgende rem al meteen. Oké, we zijn aan de auto's. Schakel de koppeling net even anders terug. Schakeling net even een andere timing. Oh, ik moest heel volgende rem al. Oh, remweg is natuurlijk anders. Net met de BMW gereden, is dat opname meteen daarna eigenlijk. Neem meteen weer op. Nou, dat gaat niet zo slecht. Dat gaat niet zo slecht. Terug naar z'n twee. Eerste ronde gaat het even goed. Mijn negende. Als de eerste ronde in ieder geval de top 5 staat, dan kom ik een eind. Oh man! Wat een kutbocht was dit zeg. Ja, moeilijk. Weer een moeilijk verhaal of zo. Dit tempo gaat doorrijden. Oei. Net toch uit die bocht. Klap. Kom op. Ik ben met mijn gas op kut. Oh, fuck. Sorry. Ah. Bijna stil, bijna stilstand. Pak! Achter. 12 seconden op nummer 1. Ja, dat wordt niks. Wel als ik vol ga. Vol. Moet nogal gaan. Dit is goed, dit is goed. Dit is beter al. Dit is al beter stuurwerk, Paul. En beter schakelwerk. Er komen ook wel veel bochten. Het is een moeilijke circuit, wat dit? Echt een moeilijk circuit. Groen. Ja, dit is goed. Redelijk. 1 ronde gehad, 6e. Ik zei top 5. En ik ben aan het inlopen op de nummer 1. Niet als... Sorry, wat een fout van me, hij is de lul. Online had ik een straf gekregen, jullie willen niet weten. Groene vlag, hotel, geef die groene vlag maar. Die verdien ik niet eens, maakt me niet uit. Ik heb hem. 7 seconden. Nou, je moet echt per bocht moet ik een seconde pakken. Dat is bijna niet te doen, joh.
Moe, bijna klapte ik eruit. Van een 8-wiel aangedreven BMW naar een 4-wiel aangedreven Mercedes is ook wel lastig hoor, in de bochten. Derde inmiddels. Maar nog steeds gewoon 5 seconden achter. Veel mogelijk te snijden om in één in te lopen. Goed, 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 goed. Hele goede twee ronden zo far. En ik heb ze gewoon niet versierd, hè. Ik heb 7 seconden weggereden, 5 seconden eraf gereden al. Kom, 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 kom. Ik moet de binnenbocht, dat is niet de ideale lijn, maar ik moet wel. Auw! Kom op, 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 kom op. Kom op! Volgende ankers, volgende ankers, volgende ankers. Ja, het bos erop, ik nam het risico. Niet! Ah. Mercedes AMG wint. Woe, van een M6. Sorry BMW. Yes. Woe, dat is de gehaald. Voltooid. Maar we kunnen natuurlijk wel zien hier dat ik het ook daadwerkelijk heb gehaald. Want nu staat bij Alstatiedorp 2 staat een vinkje bij zowel de gele als bij de blauwe. Dat betekent dat ik het gevorderd haal, maar alleen professioneel daar moet. Ik ga eerst alles op gevorderd halen, dan haal je automatisch ook de makkelijke, dat is het simpelste, anders duurt de serie wel heel lang. En dan nog alles op professioneel ooit halen en natuurlijk online knallen tussendoor. Gaat lekker. Dit was hem. Later. Likes.